De gekookte eieren liggen al klaar en ook de broodjes ontbreken niet tijdens het bevrijdingsontbijt in het verzorgingshuis. Nou, sowieso het gezellig samen zijn. Toch te praten en in te gaan op hetgeen dat we bevrijd zijn. Ik kan er natuurlijk niet over meepraten. Het is alleen maar van verhalen en noem maar op allemaal. Maar hier zijn genoeg mensen op leeftijd dus die de oorlog wel hebben meegemaakt. Het heeft gesmaakt? Ja hoor, prima. Wel het gratis is, dat is helemaal voor elkaar. Wat betekent zo'n ontbijt voor u? Gezelligheid. Met elkaar zitten ontbijten, gezellig. Ik ben 84 jaar, dus ik heb alles meegemaakt. De oorlog, de hongerwinter, het bombardement. Ik heb alles meegemaakt. En het leeft wel, maar toch niet in die mate die wij dus... Maar wij hebben dus bevrijdingsfeesten meegemaakt. Ja, dat is allemaal over. De buurtbewoners zijn alle erg tevreden over het bevrijdingsontbijt. Het is dan ook de bedoeling om het volgend jaar weer te doen.